Welkom bij NEC TV door N1. Deze week praten we met Patrick Pothuizen over zijn voetbalpensioen. Zien we de eerste FC Ferdinand van dit seizoen met Frank Koch en nemen we een kijkje bij de eerste supportersavond. Dit weekend speelt NEC thuis tegen RKC Waalwijk. Trainer Ruud Brood beschouwde in het persuurtje voor op deze wedstrijd tegen zijn oude werkgever. Spelen er nog sentimenten mee? Oh, jawel, want je hebt nog heel veel mooie herinneringen, maar ook mensen die je daar kent. En dat is altijd wel leuk als je elkaar even treft. Zij dat natuurlijk, dat ik heel graag van ze wil winnen met het team. NEC heeft veel mutaties gehad in de selectie, maar ook RKC heeft voornamelijk veel topstukken verloren. Dat heeft NEC niet. Hoe speelt dat voor hun mee? Nou, ik denk het wel. Ik denk wel dat ze daar even de tijd voor hebben genomen. Dan komt zo'n weekend denk ik wel zonder voetbal goed voor hun uit. Als jij Robert Braber moet missen en daarvoor Sander Duits, maar met name Braber die nog laat speelde. Dat is wel een jongen die vond ik belangrijk voor het elftal. Was ook aanvoerder. Maar ja, dan moeten zij maar op inspelen hoe ze dat invullen. En voor ons is dan weet je dat die kwaliteit er niet bij is. Maar wordt nog even bekijken wie ze dan neerzetten. NEC is altijd favoriet, zeg jij, al vanaf het begin van dit seizoen. RKC bungelt onderaan in de Jupiler League. NEC staat bovenaan. Wat zegt dat? Niet heel veel, omdat je ook weet, ja, statistisch gezien natuurlijk heel veel. Dan kan je zeggen, nou, wij zijn verder. We zijn ook redelijk op de goede weg. Maar als je eenmaal gaat spelen, dat bedoel ik ermee te zeggen, dan zou je de strijd aan moeten gaan. Want anders verlies je in deze competitie, kan je van iedereen verliezen. En dat willen we dus ook voorkomen. Dus dat is een beetje het antwoord wat ik geef op je vraag van, nou, wat is het dan het verschil? Ja, dat is wel het verschil. Met welke spelers wil je dat gaan doen? Je doet niks, je zegt niks over opstellingen, maar hoe gaat het met bijvoorbeeld de blessuregevallen binnen jouw team? We staan er behoorlijk op. Er zijn jongens teruggekomen. Breienburg is teruggekomen uit een blessure. Emielson is teruggekomen uit een blessure. Daarnaast hebben we Jeffrey Leiva-Cabessi, die is teruggekomen, want die viel uit tegen Hammelsport. Dan heb je nog een nieuwe speler, Anthony Libombe. En de enige wat een groot twijfelgeval is Paco van Morsel, die zich heeft geblesseerd vorige week op de training, net voor Excelsior. Ja, en de rest is gewoon inzetbaar. Is iedereen mentaal ook inzetbaar? Want je hebt Alireza en vooral Kevin Comboy wat dagen vrij moeten geven, omdat ze even het kopje leeg moesten maken. Hoe gaat het met hen? Ja, dat kan je beter aan hun vragen. Maar wat ik zie is dat ze gewoon 100% geven op de trainingen. En natuurlijk zal het even een rol spelen. Maar ik denk als je eenmaal weer voetbalt, dan wil je er ook alles aan doen. En ja, wij moeten daarvoor zorgen dat we dat goed met elkaar kunnen managen. En het niet zwaarder maken dan het is. Ik vind dat ze staan onder contract bij ons. Wij zijn er ook heel blij mee. En tegelijkertijd zijn het professionals. Tot slot nog even over die Anthony Limbombe, want die speelde hier in het Goffertstadion tegen Excelsior en iedereen ging ervoor op de banken staan. In hoeverre is hij al klaar voor een basisplaats, Ruud? Ja, dat weet ik niet, want ik weet niet tegen wie die speelde van Excelsior. Dat moet je ook meenemen. Daan Bovenberg. Oh, dat bedoel ik. Ja, die heeft hier niet zo'n gelukkige tijd gehad, begreep ik. Dat is een flauw grapje, maar je kijkt wel naar de tegenstand die hij heeft. Kijk je naar Anthony Libombe, dat is een creatieve jongen, snelheid en passeervermogen. En hij heeft al laten zien dat hij natuurlijk in België al een behoorlijk talent was. En we gaan er alles aan doen, ook met hem, om ons doel te bereiken. En of hij start, ja, dat zullen we zien. Dit seizoen loopt Teun met oud-NEC-spelers op het veld van de Goffert van het ene doel naar het andere doel. In die wandeling vertelt een ex-prof over zijn voetbalpensioen. Deze week de wandeling met kerstverse teammanager Patrick Pothuizen. Het moment dat jouw voetbalcarrière stopte, belandde jij toen in een zwart gat? Nee, dat niet. Eigenlijk totaal niet. Wel het missen van het voetbal, dat wel. Dat merkte ik wel op een gegeven moment. Maar ik had gelijk al wat dingen. Ik ging voetballen bij de treffers en ging mijn trainingsdiploma's halen. Dus ik was wel bezig. Alleen de tijdinvulling was anders dan ik gewend was. Ik was dus ook s'avonds trainen bij de treffers. En overdags was het een beetje voor jezelf trainen en een beetje met de kinderen bezig zijn. En hoe was jouw financiële invulling? Want dat moet ook een hele verandering zijn geweest. Nou, die veranderde eigenlijk niet zoveel, hè, want ik heb natuurlijk een potje opgebouwd, hè, via je voetbalcarrière de afgelopen 20 jaar. En dat was mijn inkomen. Had je dan niemand die tijdens of na jouw voetbalcarrière jouw financiële zaken moest regelen, omdat het misschien wel veel was?
Nee, dat liep allemaal automatisch. Ik had wel iemand die al dingen voor mij deed. Dus dat liep prima. Want een judoka, Henk Gol, is wel eens bij een televisieprogramma geweest. En die heeft gezegd, pensioenregelingen voor voetballers, dat loopt helemaal niet. Dat werkt gewoon helemaal niet. Je houdt geen stuiver over. Is dat bij jou ook zo? Nou, ik denk dat bij voetballers, ik denk dat het wel algemeen bekend is. Bij voetballers heb je een CFK, een pensioenfonds. Dus dat is elke maand is dat verplicht een salaris, de helft van je salaris afstaan. Volgens mij is dat nu anders. En dat is nu maar een 60.000 euro per jaar volgens mij maximaal. Maar voorheen was het altijd de helft van, jouw bruto inkomen. Je werd in je CFK gestort. En als je stopt met voetbal, dan ga je daarvan leven. En met dat geld, was jij dan een big spender, een Andy van der Meijden? Of ben je meer een type Dagobert Duk? Ik heb het boek van Andy hier gelezen. Zulke bedragen die verdien ik natuurlijk niet. Die miljoenen die hij in een half jaar verdiende. Maar ik ben ook geen dagen bij Duk of een van de meiden. Tussenin, je geeft een keer wat uit en je doet een keer rare dingen. Maar de ene keer dan geef je geen flikker uit. Het is een beetje ertussenin eigenlijk. En nu? En nu? Nee, nu leef ik eigenlijk gewoon normaal. Dus ik koop wanneer ik iets nodig heb, voor de rest niet. In principe heb ik alles al. Dus, dat is mooi. Ja. Had je geen verwachtingen voor na je carrière, toen je klaar was met voetballen? Had je daar een heel ander financieel perspectief? Nee, weet je, ik heb altijd wel die zekerheid gehad voor na mijn carrière, financieel. En ja, nu heb je natuurlijk wat dingen erbij gedaan, treffersvoetballen, eigen voerschool gehad. En nu ben je teammanager bij NSC, dus dat zijn allemaal extraatjes. We zijn er, aan de overkant. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Welkom bij FC Ferdinand. Vandaag zijn we in de wijk Lindeholt in Nijmegen op bezoek bij Sportclub Excelsior, oftewel SCE. Spelend in de vierde klas op de zondag. Amateurs natuurlijk. Vandaag maken we kennis met de trainer van de C1, maar ook de trainer van het eerste elftal, die tevens een verleden heeft bij NEC. We maken kennis met Frank Koch. Frank. Ja, zeker. Hoe goed gaat zo. Het? Goed zo. Ja? Ja, goed. Nou ja, een keer in Lindeholt. Welkom bij de club. Ja, mooi verbouwd hier, hè? Ja, mooi, hè? Het ziet er heel, heel mooi uit. Het is een mooi clubje. Het is eigenlijk tweede klasse waard, hè? De kampcompetitie. Ja, tweede klasse waard. Maar ik hoorde dat jij daar naartoe ging werken. Ja, dat gaan we met z'n allen doen, ja. Ja? Dat gaan we zeker doen. Hé, hey, we gaan even het veld op. Ja, leuk, hè? Hartstikke leuk. Komt goed, gaan we samen die kant op. Kom, ja, kom goed. Ja, Frank, dat zijn jouw jongens hierachter. Ja, dat zijn de C1 junioren die ik... ook dit jaar gaat trainen, buiten het eerste. En het zou wel lachen om met de jeugd bezig te zijn. Maar waarom traint die assistent hoor, niet jij? Omdat jij nog gewoon moet leren, joh. Ja, senior. Ook jij bent dat geweest. Want het begon, ja, mensen kunnen zich dat niet voorstellen, 40 jaar geleden. In de jaren 70 kwam jij bij NEC in de jeugd terecht. Ja. Hoe is dat gegaan, Frank? Waar is het begonnen? Nou, eigenlijk is het op de Goffenwijk begonnen. Met mijn ouders, met mijn broertje Roy. Op de Goffenwijk te gaan voetballen. En ik was 6 jaar en de E1 was daar aan het trainen op het Goffenwei en die hadden de mensen te weinig. Toen mocht ik eigenlijk meeballen en toen is het zo gekomen dat ik zaterdags mee mocht met een toernooi en daar gelijk de beste speler werd. En toen mocht ik blijven bij NEC. Waar merk je dan aan dat je bij een betaald voetbalorganisatie zit? Want je komt dan bij een B1 terecht. Waar merk je dat allemaal aan? Ook in die jaren? Nou, ik moet zeggen dat ik in de E1, D1 en C1 al op een aardig niveau zat bij ons. We speelden toch een aardig ploeg hoor. Het niveau was aardig hoog. Ik denk dat vroeger zeggen ze allemaal dat het beter was, maar het is nu allemaal anders. Maar vroeger was het aardig hoog niveau. In de B1, ja, dat stierf net de tijd mijn vader. En net daarvoor zou ik naar Ajax gaan. Alles was rond. Ja, en toen ben ik nog gewoon in Nijmegen gebleven bij mijn moeder en mijn Roy. En de B1, A1. A1 super tijd, want Arno Arts, Berry Arends, Gatschoffelen, Mark Hendricks, Bicettini. Ja, Mark Hendricks vanaf de E1 tot en met de beloftes bij NEC meegespeeld. Dat was gewoon een super ploeg. Toen merkten we eigenlijk wel dat we wel verder waren als de jeugd van nu, denk ik. Ja. Je zegt na Ajax, het overlijden van je vader. Heb je dat in die tijd wel kunnen verwerken? Nou, eigenlijk moeilijk. Hè? Je bent 14. 15. Hij stierf met mij in de armen. Je komt van een voetbalwedstrijd af. En dan gaat met z'n vieren weg, je komt met z'n drieën thuis. Nou, dat is nooit leuk natuurlijk. Hè. Nou, het is een zware tijd. Dat had wel een impact op je leven. Ik ben nog 46 en elke dag denk ik wel een keer een momentje aan natuurlijk. Hè. Ja.
is dat ook hetgeen geweest waardoor je uiteindelijk misschien wel betaald voetbal echt doorgroeien daarin mis hebt gelopen? En dat is altijd de vraag die iedereen stelt natuurlijk. Ja. Iedereen zegt, nou, als je vader had geleefd, dan dit, dan dat, dan had je het wel gered, dan was je miljonair geweest. Maar dat weet ik niet. Je bent er altijd zelf bij. Ik zal wel iets missen. Talent had ik genoeg. Wat ik net zei, de PSV, Ajax. Ik heb vertegenwoordigd elftal selecties gespeeld. Dus talent was er genoeg, maar misschien, moet eigenlijk zeggen, als je betaald voetbal wilt redden, als je ergens wilt redden, dan moet je ook iets meer hebben dan talent. Dan moet je ook een beetje ja knikken, je moet trainers vriendjes zijn, nou, dat was het niet echt. Hey Frank, we staan nu op het trainingsveld, maar heb jij nog talent? Ah, ik heb een nieuwe heup. Vroeger had ik om mijn heupen, nu heb ik hem aan mijn heupen. Maar ik heb de laatste tijd wel veel met oud-NEC weer meegedaan. Als je niet te veel loopt, dat deed ik sowieso niet veel vroeger, maar niet te veel loopt, dan gaat het nog wel aardig. Ja, dus je kunt nog wel met je ballen? Ja, jawel, eigenlijk wel. Ja, maar die bal hebben we niet van niks meegenomen, de bal, nee, zo heet dat. Bal, hè? Ja, maar nou, hoezo? Dat zit gewoon NEC op, man. Oh ja, oké. Okay. Huh? Hey, we maken dit van NEC, hè? Ja, dat moet je niet zo bij de hand gaan doen. Hey, die goal die daar staat, we hebben bewust in de muur aangezet, anders wordt het nog makkelijker. Die bal moet er gewoon in één keer in. Ik wil geen excuses. Gewoon in één keer. Oké, okay, gaan we niet doen. Ja. Nou, daar komt ie. Frank, toch? Nee. Nou, Frank, hij zit erin, maar overtuigend kan ik het niet noemen. Nou, toch wel aardig. De grond strak. Hè? Nou, het voorwerp, hè? Ja. Ook dat in SC Ferdinand. Wat heb je meegenomen? Nou, waar ik altijd trots op ben, is met al mijn boeken. Hè? Waar die eigenlijk in het begin mijn moeder altijd bij hield. En later ik zelf. En daar ben ik wel trots op. Ook met mensen waar ik mee gespeeld heb, met Nederlands team onder 18. Ja, als ik zo kijk, Frank, het is wel heel mooi. Ik werd overal, volgens mij stond ook overal dat ik de beste speler was of zo. Hè? Altijd, daar geloof ik niks van. Nou, hier staat tegen Feyenoord, Frank Koch uitblinken. Best wel veel volgens mij. Ongelooflijk, maar waar. Ja, dat is niet waar. Maar dit, ik zat hier. Dit was de SC Ferdinand. Tot volgende week. Maandag 8 september vond in de Jupiler Lounge van het Goffertstadion de eerste supportersavond van dit seizoen plaats. Ruim 100 fans hoorden hoe onder andere directeur Bart van Inge en trainer Ruud Brood spraken over de laatste ontwikkelingen bij de club. Supporters mochten zelf ook vragen stellen en werden voorgesteld aan een nieuw lid van de Raad van Commissarissen, die namens de supportersgeledingen in de raad zal gaan plaatsnemen. Mijn naam is Leonard Arians, ik ben 47 jaar. Al meer dan 33 jaar seizoenkaarthouder bij NEC. En iemand die vond dat als je zeg maar alles meegemaakt hebt met de club, van promotie, Europees voetbal tot en met ook helaas degradatie, dat je twee dingen kan doen. Je kan gaan zitten nuilen op de tribune of je kan je hand uit de mouwen steken. En ik ben van dat laatste. Nou ben ik erg trots op dat de supportersgeledingen mij voorgedragen hebben voor een rol binnen de Raad van Commissarissen bij NEC. En ja, wat betekent dat nou? Dat betekent eigenlijk dat de supporters wat dat betreft een duidelijke stem krijgen over die dingen die supporters ook daadwerkelijk belangrijk vinden bij een club. Wat is jouw belangrijkste dat vandaag is gezegd of gevraagd? Nou, ik denk dat het gaat heel erg over gevoel in zo'n avond. Hè. We communiceren veel, maar ik denk dat mensen er ook wel zeggen van blij dat we hier met z'n allen doorheen zijn gekomen. We zijn er zeker nog niet, hè, want uiteindelijk geldt het resultaat. Maar het gevoel wat leeft bij mensen, dat ze weer een team herkennen en zien waar ze zichzelf in kwijt kunnen. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Dat is het allerbelangrijkste wat je uit zo'n avond haalt. En voor jou persoonlijk ook wel leuk dat je jezelf het kop van Jut noemt en dat een supporter opstaat en zegt, maar ik wil jou juist duidelijk maken dat wij heel trots op jou zijn. Dat moet voor jou ook een belangrijk gevoel zijn geweest. Ja, weet je, kijk, het gaat uiteindelijk niet over mij, hè? Het gaat over de club. Je dient met z'n allen een algemeen belang van die club. En die periode is ook heel moeilijk geweest voor de club, maar ook voor mij persoonlijk. Dus het is wel leuk dat mensen dat zo zeggen. Ik weet ook hoe betrekkelijk het is, hè? Want we staan nu op een mooie plek. We hebben een leuk voetballend team. Maar ik focus me samen met de rest van de organisatie en ik hoop ook met steun van heel veel supporters op het voorjaar. En dat doen we wedstrijd voor wedstrijd. Wat ik erg belangrijk vind is dat we het samen doen. En met de supportersgeledingenraad doen we het ook samen. Dus als je nu kijkt naar vragen die over een shirtkleur gaan, een kleur rood in het shirt tot en met wat vinden we belangrijk, hoe we afscheid nemen van spelers en andere zaken. Ik denk dat dat heel erg goed is om daar transparant over met elkaar over te communiceren. Ik vind het heel belangrijk dat we dat nu doen. Volgende week vrijdag kun je kijken naar een nieuwe aflevering van NEC TV. Te zien via N1 en het YouTube-kanaal van NEC.